En dan kijkt ze hier zo naar buiten. En dat is voor mij heerlijk. Want of het hek nou open is of dicht is, dan ze blaft eigenlijk voor alles. Iedereen die langskomt. Ze is echt wel waaks. Ja, ze is heel waaks. Heel waaks. Ja? Ja. Ze beschermt je de hele ja, tijd? Ja, ze beschermt mij. Ze is 9 jaar pas geworden. Oh. En ja, ongelooflijk al hoe hard dat gaat. En ik heb in Sint-Oederode in een nestje heb ik haar uitgezocht. En vanaf dat moment zijn we samen één. Ze heeft een lekker lijfje. Ja, het is, maar je kan echt zien dat het een tackle is, hè, ook. Ja, want wat voor een ras is Roosje? Het is een Maltese leeuwtje met een tackle. En dat is dat felle wat ze heeft. Muizenjacht, er moet echt geen muis in de buurt zijn. Dan wordt ze helemaal krankzinnig. Trouwens, ik ook. Ik vind het nog steeds heel, heel, heel vervelend. Hey, nee. Ga je mee? Gaan we even naar buiten? Ze springt er wel goed vanaf. Ja, dat gaat allemaal nog goed, gelukkig. Nou, wat een tuin heb je hier ook, Willeke. Ja, mooi hè. Dat zou je niet zeggen. Hè? Kom, kom. Nou, laat eens zien wat je kan. Kom dan. Het is een klein hondje, maar je ziet het is een pet. Leuk, hè? Ja, het is energie. Ook zie je? Hup, met deze scheuren, die speeltjes. Oh, daar gaat ze plassen. Oh, dat mag niet hier. Nou, plasje mag wel, toch? Goed, en doe je dat vaker, dat je er meeneemt naar optredens? Kan, neem ik er mee. Ja. Ik heb bijvoorbeeld de Jantjes gespeeld. En dan nam ik er elke avond mee. En dan passen ze ook op mijn spullen. Er komt echt niemand bij mijn spullen. Speel jij vaak met Roosje? Dat je echt lekker wat je net deed, rondrennen, speeltjes? Ja, en voetballen, hè? Dat vindt ze geweldig. Roosje, Roosje, kom dan. Ze gaat gewoon lekker liggen. Maar dat is ook niet voor mij, hoor. Roosje, hey, kom dan. Wel. Oh, daar is ze. Ja. Yeah. Ja, kom maar, pak hem maar, pak hem maar. Oh, goed zo! Roos, hij is zo slim, die hond. Heeft ze ook een hondenhok? Nee. Nee? Nee. Nee, dat zou ik, dat zou ik verschrikkelijk vinden. Ik zeg wel een hondenmand, ja. En als ik zeg in de mand, dan gaat ze onmiddellijk in de mand. Kom, laten we even jouw mooie mand zien. Nou, het is een beetje een troon bijna. Kijk eens. Ja, goed zo. Dat is jouw mandje, hè? Ligt ze daar graag in? En zij ligt er heel graag in, want als wij eten, dan wil ik niet dat ze bij ons zit. En dan gaat ze probeert het wel. En dan zeg ik, in je mand? En dan gaat ze in de mand. Roos, ga eens in je mand. Roos. Hallo. Roos. Roosje. Kom eens. Ga eens in je mand. Laat eens zien hoe mooi je mand is. Hij is mooi in je mand. Ja, goed zo. Ja. Ze luistert absoluut niet als ik hard tegen haar praat. Ik moet lief zijn, praten en dan doet ze alles. Ja. Maar soms heb ik dat geduld niet en dan ben ik ook, zeg ik, en nu? En dan kijk ze me aan van, nou ja, dat doe ik lekker niet. Bizar, hè? Hoeveel je van een dier kan houden. Ja, heel. Ja. Ja, omdat ze zijn zo trouw. Ja. En dat voel je. Je voelt je ook veilig. En ik ben ontzettend blij met haar. Ja, maar ik vind het al erg dat ze 9 jaar is. En dan denk ik, oh, wat gebeurt er als er wat met die hond gebeurt? Dus maar ja, ik denk wel dat je daar, dat je daar rekening mee moet houden. Zoals je ook rekening houdt met ouderen. We moeten allemaal een keer dood natuurlijk, maar het blijft moeilijk om afscheid te nemen van dierbaren. Dat gaat helemaal goed met jou. Oké, nou, het gaat ook goed met jou. Ja. Nou, dat doet ze echt nooit. Nee? Nee. Nee. Ik word jaloers, Theo.